Ruim 40% van alle verkeersslachtoffers is bromfietser. Daarom is het belangrijk om preventieve maatregelen te treffen om deze groep te beschermen. Een belangrijke conclusie is dat zowel de gescheiden bromfietsenpaden aan de Indira Gandhiweg als ook het gedeelde pad aan één kant van de Martin Luther Kingweg onveilig zijn voor bromfietsers. Tot deze conclusie komt Cynthia Gafoor, afgestudeerde van de studierichting Infrastructuur van de Anton de Kom Universiteit. Ze sprak gisteren tijdens een lezing op het hoofdkantoor van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Haar lezing ging over de beteugeling van bromfietsongevallen. Gafoor heeft op basis van de infrastructurele oorzaken van verkeersonveiligheid het verband gelegd tussen de resultaten van fatale en niet-fatale ongevallen over de afgelopen 5 jaar. Welke risico's hebben de bromfietsers in het verkeer? Instabiliteit met een grotere kans op vallen, geringere opvallendheid en geen kooiconstructie, dus geen bescherming bij een ongeval. Verkeersveiligheid voor bromfietsers in Suriname. De drie ministeries die zorg dragen voor de verkeersveiligheid in ons land zijn het ministerie van Justitie en Politie, het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, het ministerie van Volksgezondheid. Op het gebied van de drie E's wordt er voortdurend getracht aan de verkeersveiligheid te werken. Op het gebied van education is bijvoorbeeld de bromfietsregistering geïntroduceerd, maar is die nog niet wat het moet zijn. Op het gebied van enforcement worden er voortdurend verkeerscontroles uitgeoefend, maar dat is ook nog niet wat het moet zijn. En voor engineering worden er ook infratechnische ingrepen gedaan. Vooral het verzamelen van data heeft volgens Gafoor heel veel moeite gekost. Voor het analyseren en het trekken van conclusies moesten eerst alle ontvangen data over verkeersongevallen gedigitaliseerd worden, omdat deze nog handmatig in schriften was vastgelegd. Het digitaliseren heeft ongeveer 1 jaar geduurd. Het probleem bij deze type indeling is dus de hoge snelheden op de weg waarbij wij snelheidsremmen zouden willen hebben. Hoge snelheden nabij de kruispunten. Dus nogmaals, de rood gekleurde stroken met rummels is vlak voor de kruispunten. De fysieke rijrichtingsscheiding. En parkerende voertuigen die vormen ook een hinder voor de bromfietsers. De autobestuurders moeten zoveel mogelijk voorzien zijn van parkeerstroken aan de buitenzijde van de bromfietsstroken. En waar dat niet kan, moet parkeren onmogelijk gemaakt worden. Indien het niet in het kostenaspect ligt om een fysieke rijrichtingsscheiding aan te brengen, of indien het gaat om buiten de bebouwde kom, dan kan de fysieke rijrichtingsscheiding vervangen worden door de dubbele gele asstrepen met een groen gekleurd middenvlak. Aldus Cynthia Gafoor gisteren tijdens een lezing op het hoofdkantoor van het ministerie van OWTNC. Haar lezing ging over de beteugeling van bromfietsongevallen.